Welkom, goed dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering van Kenny de Zwart Knolpower Action. Vanmorgen om 7:30 opgestaan. En dan nog ver boterham gered. Eerst naar het met een gastank afgelost. En dan nog lekker toen wat tv gekeken. Toen ben ik gauw naar dat weer naar dat huis, naar de kleinste kamertje geweest voor de grote boodschap. Want zoals jullie zien ben ik op mijn logeerkamer. Lieve kijkers. Want ik ga wel door. Ik heb mijn knolpower shirt weer aan. Ik wil even een hele dikke shout-out doen naar deze beun, naar mijn schatje, naar Mieke, naar Funs, naar Joep Hendricks, naar Bram Nagel, naar Smulhorgen, naar Wouter Oppenveld, naar Pepijn Bartels, naar Colin, naar Wouter, naar Jos, naar Kelen, naar Jenny, naar Zorro, een hele dik shoutout, naar Kevin van Knoppel, mijn hele dik shoutout, ook nog een hele dik shoutout naar Enze Knol, naar D, naar Quen, naar Bumper, naar Milan, naar Nika, naar Jill, naar opa en oma van Enze Knol, D en Milan. Niet vergeten een heel dik shout-out naar Chan. Ook nog een heel dik shout-out naar Roy, naar Bas, naar Gerke Rijtsen, een heel dik shout-out. Een heel dik shout-out naar ook nog die paar YouTubers. Ook nog een hele dik shout-out naar Link Tijger. Een hele dik shout-out. En naar allemaal naar die YouTubers. Een hele dik shout-out. Want deze vlog weer sowieso voor jullie. Want toen ik klaar was, om 8:30 heb ik me aangetrokken. Net als een knolpowerpad op, daar heb ik nog niet op, die ligt onder. En dan nog lekker ben ik eerst naar de winkel gefietst. Heb ik even eindzak broodjes gehaald. We hadden bijna geen McMahon's, maar wel ik even bij mezelf holen, even wat broodjes en mijn papa en mama ook nog eten. En dan nog ben ik even naar de stad gefietst. Even een route gefietst. Wat ik vanmiddag moest zien. Dat was vrij gemakkelijk. Om 12 uur heb ik mijn middageten gehad. 3 dronken broodjes met 2 met brie. En 1 met kaas. En dan nog lekker. Lekker om 2 uur ben ik aangefietst naar de stad weer. Ja, en nog heb ik nog brug door de brug gefietst. Dan nog om 2 uur ben ik naar de stad gefietst. Heb je daar Rabobank gewacht, daar kon mijn vriendin weer ophalen. Ik ben vandaag ook nog bij mijn vriendin geweest, nog van de verjaardag. Was super gezellig, het was toch leuk. Want deze vlog, weer sowieso voor jullie. Jullie zijn rapapa groenaardig. Want dit is mijn tweede bestuurbare auto's. Want dat is de zolder gediend dat ik dus een pen zooi. Want ja, zou dat kunnen? Even kijken of dat gaat werken. Van hier goed. Mag ik even dit zo neerzetten?
Zo. Bedankt van de kijken voor deze vlog. Heel abonneer op mijn kanaal op Kenny Knoppen de Zwart. Hieronder op abonneren. Doe ook even wat een tof blauw duimpje omhoog. Bedankt van de kijken van deze vlog. Zoals jullie altijd zeggen, dikke, vette, peace. Want morgen zien we weer met een gloednieuwe vlog. Tot morgen. Ik wens iedereen een vast en fijne avond. Peace.